muziek maken, maar niet zonder the one and only. Ja, we houden inmiddels na 10 jaar echt van hem. Ik ga hard voor hem klappen, want daar is hij. Frank Steegs. Frank Steegs, 13 jaar bij Harmonie, ik moet eigenlijk zeggen, muziekvereniging. En daar spreekt heel veel muziekbeleving ook uit. Maar ooit is dat natuurlijk bij jou begonnen, heel lang geleden. Wanneer was dat? Of kun je dat niet zo zeggen? Nou ja, mijn carrière is begonnen net zoals heel veel jonge muzikanten bij een harmonieorkest als dit. Ik was 10 jaar geloof ik en toen ging ik in de plaatselijke muziekvereniging in Middel-Limburg. Bezel heette dat dorpje. Daar ben ik lid geworden van de harmonie en ik was trompetist. En daar is mijn carrière begonnen en inmiddels ben ik ietsje volwassener geworden dan 10. En ik heb mijn hele carrière tot nu toe in de muziek gezeten, ja. En dat begon, dat zeg je zo mooi, dat begon toen ik jong was. Maar je hebt inderdaad wel carrière gemaakt, want nou ja, dat kun je beter zelf vertellen. Ja, nou ja, goed, mijn carrière is eigenlijk heeft twee grote poten. Ik ben begonnen als trompetist, zoals ik net al zei. En toen ik 22 jaar was, en ik had al mijn vooropleiding al gedaan, conservatorium en zo. En toen zat ik nog een derde jaar van het conservatorium in Maastricht. En toen werd ik al aangenomen in het orkest van de Hoofdstadoperette in Amsterdam. Dus op mijn 22e ben ik verhuisd naar Amsterdam. En toen is mijn trompetcarrière begonnen. En dus ik ben beroepstrompetist geweest. En dat heb ik eigenlijk gedaan tot zo rond mijn 40ste. Behalve die baan bij de Hoofdstadoperette in Amsterdam heb ik in heel veel beroepsensembles en beroepsorkesten van Nederland als trompetist gewerkt. En daarna, ja goed, en dat begon eigenlijk al halverwege, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ben ik begonnen met op vrijdagavond met een orkest waar ik toen woonde in De Goren, Noord-Holland. Daar zat een hele goede brassband en die zocht een dirigent. En ik kon het regelen met mijn werkgever om op vrijdagavond vrij te zijn. En dus daar ben ik begonnen op 27-jarige leeftijd als dirigent bij dat orkest. En ja, toen was eigenlijk het hek van de dam. En toen ontdekte ik dat dirigeren allerlei competenties in zich heeft die ik heel fijn vind om te doen en die heel goed bij me passen. En vanaf daar is toen eigenlijk het zaadje geplant en ja, ik ben tot mijn 38e zeg maar professioneel werkzaam geweest als trompetist. En toen heb ik echt een carrière switch gemaakt en toen ben ik volledig voor het dirigeren gegaan. Ja, Frank Steegs is ondertussen een begrip geworden in Sint-Tunis. Maar jij kwam ook in contact met voor ons bekende Nederlanders. Nou ja, goed. Kijk, als je beroepsmatig met je muziek bezig bent, dan komt het natuurlijk heel vaak voor dat je met allerlei mensen samenwerkt. Ja. En dat gaat vanuit de jazzmuziek, maar ook in de lichte muziek en in de klassieke muziek. Grote mensen uit binnen- en buitenland, ja inderdaad, waar je mee mag werken. En dat is natuurlijk soms een verrijking natuurlijk. Muziek, dat is misschien wel jouw trefwoord, muziek is beleving. Nou ja, als je dit vak zonder passie doet, dan houdt het gauw op. Ik merkte ook de afgelopen coronatijd dat met name dat aspect van mijn leven, dus het overbrengen van de passie voor de muziek, dat stond toen wel op een heel, heel, heel erg laag pitje. En ik merkte dat ik daar ook echt wel ongelukkig van werd, dat dat niet meer kon. En nu zijn we inmiddels weer met vallen en opstaan weer wat vrijer geworden. En we hebben een repetitie of 5 of 6 inmiddels alweer achter de rug met het orkest. En ja, dan merk je toch dat die passie voor de muziek, ja, dat gaat bij mij niet over, maar het gaat bij die mensen ook niet over. En het allermooiste van mijn vak is dat ik dat dus als een soort doorgeefluik
kan fungeren en die beleving alleen maar groter probeert te maken op het podium. Wat trof jij aan toen jij hier startte? En dat bedoel ik met aantreffen, het positieve. alleen maar positieve dingen. 13 jaar geleden was het een orkest met toen al veel kwaliteiten ook. Maar ik merkte wel dat kwaliteit, wat ik onder kwaliteit versta, nog niet gemeengoed was voor iedereen. En zonder daar al te zeer in details te willen gaan, maar wat ik heb geprobeerd door de jaren heen, is geprobeerd op alle facetten van het uitvoerende aspect van zo'n harmonieorkest, voor een bepaalde kwaliteit te gaan. En dat uitzicht dan uiteindelijk ook op zo'n concert. En dat is, ja goed, dat hebben we door de jaren heen hebben we dat bijgeslepen en verfijnd. En dat heeft geresulteerd toch ook in fantastische projecten die we samen gedaan hebben. Kun je spreken van een omslag hier? De mensen kenden in het dorp de harmonie. Mm. En die is toch een beetje wat je net al zei, een beetje een andere koers gaan varen wat muziek betreft. Ja, nou goed, waar ik heel blij mee ben is dat juist doordat we kwaliteitsimpulsen bleven geven aan het orkest, dat er toch een bepaald niveau is ontstaan, waardoor dat je heel flexibel bent en heel snel verschillende dingen kunt doen. Als voorbeeld geef ik bijvoorbeeld de carnavalsconcerten die we hier de afgelopen jaren gedaan hebben. Waar sommige muziekverenigingen 4 maanden, 5 maanden carnavalsmuziek moeten instuderen om zo'n concertje te geven, deden wij dat in 6 repetities. En dan stond dus ook de hele show, zeg maar, hè, met zangers en met de hele productie. En dat, ja goed, dat beperkt. Kijk, nu is carnavalsmuziek natuurlijk niet het allermoeilijkste om in te studeren. Maar je moet wel heel snel en heel to the point kunnen werken. En dat kan dit orkest heel goed. En dat is een van de aspecten die ik onder kwaliteit versta. Je bent hier 13 jaar geweest. De meeste voetbaltrainers houden dat niveau, maar goed, als dirigent is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar dat getuigt van de klik. Dat denk ik ook. Het is mensenwerk. En ik heb een tamelijk uitgesproken standaard van kwaliteit. Dus er wordt ook wel eens af en toe gehakt. En waar gehakt wordt, vallen ook wel soms paanders. Maar er is ook een uitdrukking die zegt, zonder wrijving geen warmte. En die warmte heb ik wel heel duidelijk gevoeld. En ik kan toch echt zeggen dat wij tot het eind toe echt een hele goede warme band met elkaar hebben. En het is enigszins weemoedig ook dat ik vertrek. Maar dat hoort dan ook bij het leven. De vraag die je natuurlijk kunt verwachten is, en wat gaat Frank Steeks nu doen? Voorlopig heb ik nog geen plannen. Kijk, het is een woensdagavond die voor mij nu vrij is. Er is nu nog niet echt iets vast om lijns. Ik blijf me oriënteren in de muziekwereld en ik blijf aan de gang. Het zou best kunnen dat er over een half jaar of misschien over een jaar of weet ik wat, er een keer weer iets komt. Maar daar zit geen druk op. Dat hoeft niet per se nu gelijk. Deze vitalige 50er die vindt ongetwijfeld zijn weg verder in de muziek. Ja, ik hoop dat nog heel lang te doen. Bernard Haitink was 90 toen hij stopte met dirigeren. Hè. En ik hoop dat ik... Zolang dat ik het leuk vind en die passie er is en dat ik dat ook voel, dat ik dat terugkrijg van de mensen in die orkesten en de projecten die ik doe. Zolang dat aanwezig is, dan wil ik dat graag blijven doen. Dankjewel. Graag gedaan. En succes met alles wat komt. Dankjewel.